Het Suriname Agriculture Market Access Project, SAMAP, heeft vandaag een bewustmakingssessie georganiseerd voor wetshandhavers en grenstoezichthouders. National Food Safety Consultant Jenna Wijngaarden geeft aan dat het van belang is dat deze groep op de hoogte is van de internationale verdragen wanneer het gaat om de export van groenten en fruit. Het doel van de cursus vandaag is om mensen te informeren over deze eisen. Deze internationale eisen over voedselveiligheid, over fytosanitaire regels en waarop zij moeten letten wanneer ze bij de grensposten staan. Het is gebleken dat er tijdens uw vragenronde het overgrootste deel van de deelnemers niet wisten hoe een fytosanitaire certificaat eruit zag, terwijl zij eigenlijk de controle moeten voeren bij de strategische posten. Is dat niet een beetje zorgwekkend als we kijken naar de afgelopen tijden? Nou ja, en vandaar dat het geeft alleen maar aan hoe goed het is dat we hier bij elkaar zitten. Dat ze weten hoe het eruit ziet. Maar het doel van vandaag is ook hoe gaan we ervoor zorgen dat ze blijvend geïnformeerd worden over de regels. Het was duidelijk te horen dat mensen bijvoorbeeld niet wisten dat er geen soppropoort land uit mag gaan. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij stelt voor dat er een voorlopige exportverbod komt van kleine pakketten groenten en fruit. Omdat deze niet gecontroleerd zijn op organismen die plagen veroorzaken. Europa eist dat de controle op groenten en fruit volgens de standaarden van de Europa-Unie plaatsvinden. Alvorens die op hun grondgebied terechtkomt. Er kunnen organismen, beestjes, insecten erin voorkomen die schadelijk zijn voor het land naar waartoe jij je producten stuurt. En het ministerie heeft op dit moment niet de mankracht om al die kleine pakketjes met producten te gaan controleren. En we hebben een sector te beschermen. Het is heel belangrijk dat we die sector beschermen. Dus wij moeten voorkomen dat met deze pakketjes er insecten meegaan die schadelijk zijn voor het importerend land. Aan de hand van de resultaten die het ministerie uit de sessie heeft geconstateerd, zullen zij samen met de andere betrokken partijen in deze sector om de tafel zitten en kijken hoe zij verdere bewustwording kunnen brengen.